Nou heb ik mijn stofverzuiging best wel redelijk voor elkaar, dacht ik. Dat hele ding en zo. Maar als ik aan het schuren ben of andere dingen aan het zagen, handmatig dingen aan het zagen bijvoorbeeld. Ja, dan hangt er toch een hoop stof hier rond. En ja, ik heb het net schoongemaakt, maar dat zie je op alle apparaten. Blijft overal stof liggen. Daar wil ik eigenlijk vanaf. Ik wil iets hebben dat de lucht hier een beetje zuivert, zodat het wat stofvrijer blijft. Dat is natuurlijk veel beter voor je gezondheid, sowieso. Dus dat vind ik wel erg belangrijk. Dus ik ben dus even aan het kijken hoe ik dat op ga lossen. Nou is dit mijn oude mechanische afzuiging. Er zit natuurlijk een motor in en dat ding zuigt best wel behoorlijk. Ik heb hem aan de binnenkant leeg gehaald. Dat wil zeggen, dit zat erin aan de binnenkant. Dat trekt natuurlijk allemaal stof aan, op zich goed, maar ik wil die ruimte helemaal leeg hebben en de achterkant moet ik filteren. Dan zat ik in eerste instantie te denken aan iets om het naar buiten te transporteren. Dat is natuurlijk het mooiste eigenlijk, dan ben je het helemaal kwijt. Maar ja, dat gaat niet. Ik had eigenlijk zo'n pijp moeten hebben wat door het dak gaat. Dat is het mooiste natuurlijk, dan ben je er in één keer vanaf. Maar die dingen zijn best wel prijzig. En ik ben stom geweest, want ik had gewoon, ja, ze hebben pas mijn verwarming vervangen. Daar is die pijp meegenomen, die oude. Die had ik gewoon moeten vragen en die had ik er weer op moeten zetten. Ben ik nu te laat mee, uiteraard. Dus ik moet het hier even mee doen. Dan heb ik ook nog zo'n filter. Nou, als ik dat er natuurlijk op monteer. Ik moet zeggen dat dit hier wel een hoop lucht tegenhoudt. Het valt me op. Dus ik weet niet of het echt doeltreffend is. Nou, dit is het geluid dat hij produceert. Dat is denk ik voor video best nog wel veel. Als ik aan het praten ben. Als ik het filter erachter hou, dan merk ik dat er hier een hele hoop lucht doorheen komt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En hier zitten gaten in, dat is voor de oude condensatoren die erin zaten. En daar komt het meeste lucht doorheen volgens mij, lijkt het op. Dus dat moet ik even afdichten. En de handen wil ik even afdichten. Huppatee. Dus het komt hier tussendoor. Als je kijkt, dan heb je hier randen over. Nou, dat zorgt er natuurlijk voor dat er een hele hoop naast gaat. Maar als ik dit afdicht en ik zorg ervoor dat deze gaten dicht zijn, dan ben ik wel, als het goed is, kwijt. Dus dat ga ik gewoon eens eventjes afplakken. Even kijken of dat lukt. Ik heb nog een optie. Als ik dat schuimplastic hier aan vastmaak, lijn, dan ben ik het probleem natuurlijk sowieso kwijt. Dan trek ik alleen het schuimplastic in één keer mee natuurlijk, als ik de kap eraf haal. Maar dat is niet zwaar. Moet ik alleen kijken hoe ik dat eraan vast krijg. Met een beetje kit waarschijnlijk, maar ik weet het, Bizontix. Ja, dat was een leuke, dat deden we vroeger altijd. Dan gingen we met bizonkit of zo schuimplastic lijmen. Daar blijft niet veel van over dan, dat smelt gewoon helemaal weg. Dus dat is geen optie. Ja, moet ik even over nadenken. Ik heb het even een beetje schoongemaakt. Opzet, je ziet het niet, maar ik heb het wel gedaan. In feite zou ik natuurlijk dubbelzijdig tape kunnen gebruiken. Ik heb hier dubbelzijdig tape van Acetion. Dat is echt goed spul. Of karpettape is het. Maar dat is goed spul. Dat lijkt als een tierenlier. Als ik dat er nou op plak. Dit maar even zo. Nou, nog op blijft plakken. Dat is de eerste vraag. Geef het er net zo hard af. Ik geloof niet dat dat lukt. Ik moet van het beschermfolie er al zien te krijgen, maar dat wordt een crème zo te zien. Het ruimt bijna. Nou, ik heb hem los, maar slagpeper en mijn vingers al schaarplastic. Dat heb ik wel begraven. Ja. Dat is niks. Nee, ik heb het al gezien. Dat gaat er niet worden. Nou, dan pak ik even high-tech kit. Dan ga ik dat maar gebruiken. Het is niet makkelijk zo te doen. Ik denk dat deze kit niet zo denderend meer is, dus die ga ik maar niet gebruiken. En nu mislukt het wel. Dat schuimplastic laat zich natuurlijk niet zo makkelijk bewerken wat dat betreft, qua verlijming. Maar dit is te doen. Schuiven die zo gauw op. Nou, ik hoop dat het zo lukt. Dus even kijken. Dan schuif ik deze erin. Want hij moet natuurlijk op de goede plaats zitten. Dus ik druk hem er niet helemaal in. Dan leg ik deze erop. Dan ben ik zeker dat die goed zit. Dan kan ik er hier nog bij om hem even aan te drukken. En als ik hem nou zo uit kan schuiven, ja, dat lukt, dan kan ik hem een beetje klemmen. Dan ben ik zeker dat hij goed zit. Even kijken of het zo mooi is als ik denk. Dat ziet er wel goed uit, ja. Die luim is er lekker tussen geperst. Dat is de bedoeling. Zo. Nou, dat moet voorlopig even drogen. Want anders krijg ik hetzelfde als met mijn rolgordijnen. Stort alles er weer af. Dat is niet de bedoeling. Ondertussen kan ik even kijken of ik de bevestiging voor dat filter kan maken. Dat moet nu zijn. Nou, dat is goed. Dat is mooi. Het is heel krap, maar dat is juist goed, want hij moet er strak omheen zitten. Nou, nog goed afkrijgen. Ja. Nou moet hier nog een gat in komen, want anders komt er geen lucht door natuurlijk. Prachtig. Dan gaan we dat even uitkutten. Nee, 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 niks te nou Henk. Dat is zagen in het Engels. Even mijn anti-herrie hardware. Nou, als het goed is heb ik hem krap gezaagd. Dat klopt inderdaad. Dat past voor een meter. Maar daar heb ik natuurlijk apparatuur voor. Alleen moet deze eraf. lang hangt erom. Ik heb bewust niet helemaal tot het lijntje gescheurd, maar ik denk dat het, nou, hij past wel bijna, joh. Kijk, dit is helemaal goed. Even uitkijken, want dat is natuurlijk MDF en dat splijt natuurlijk makkelijk, maar... Deze gaat er ineens niet meer lekker omheen. Hij zit wel vast. Dan had die nog een beetje een randje afhalen. Even kijken hoe die nou is. Oh, oh, oh. Dit past heel mooi. Is perfect. Ja, mooi. Ik hoef hem nog ineens vast te zetten. Want hij trekt hem zelf al vast. Nou, het is best lastig om de juiste plek te vinden daarvoor. Maar ik denk dat dit wel een goede plek is. Even kijken, waar ik nou spanning vandaan haal. Ja, dat kan hier wel. Ik vraag me een beetje af wat nou een handige plek is. Op de grond of boven? Je zou zeggen, dat stof dat waait een beetje naar boven natuurlijk. En daar moet je het dan opvangen. Op een gegeven moment zakt het natuurlijk wel naar beneden. Maar dan ben je eigenlijk alweer een trein te laat. Dan heb je de helft al ingeademd. Dus ik ga het gewoon proberen. En misschien hebben jullie suggesties. Van joh, zet hem lekker op de grond. Tussen je benen of zo. En dan doet het het meeste. Even kijken of de boel past. Dit zit over naar huis. Kijk, dat is hartstikke mooi. Dat zit het in één keer dicht. En als ik het nu probeer... Even kijken. Perfect. Mooi. Ja, dit werkt hartstikke mooi. Voel nergens lucht tussenuit komen. Dus dat is hartstikke goed. Dan moet het ding ophangen. Ik heb één holle wandplug had ik nog. Nou, dan moet hij wel blijven hangen, maar bovenin zit hij in hout. Maar die schroefjes zijn natuurlijk een beetje te klein, de kop. De kop is een beetje te klein voor die hele mantel. Dus je moet er even wat op verzinnen om dat vast te zetten. Ik denk dat ik wel wat gevonden heb. Dat is jammer. Ik weet niet of het sterk genoeg is, want waarschijnlijk moet ik hardhout gebruiken, maar ik probeer het eventjes. Even kijken. Dit zover lukt. Kan er niet bij. Hè? Kan ik hier niet bij? Nou, kan er helemaal niet bij. Ja. Nou, dat gaat lekker. Ik heb toch even een paar andere gemaakt van multiplex. Dat is even wat steviger, want ze barsten wel. Het zit vast. En aan de onderkant heb ik natuurlijk die gipsplaatschroef erin. Dat werkt wel goed. Dus ik hoop dat hij vast genoeg zit. Aan één kant zit natuurlijk geen schroefing, dus ik hoop dat het niet te veel trilt. Dan gaat hem onderin. Dan ben ik alleen mijn schroefjes kwijt. Even een paar andere schroefjes pakken. Nou, blijf wel zitten. Zo. Oké. Dit is mooi. Het is niet geheel geruisloos, maar... het werkt. Nou moet ik even een afstandsbedieningje maken, want ook die spekken erin is niet handig natuurlijk. En als ik aan het schuren ben, is dit natuurlijk ideaal. Toch eens even kijken of het werkt. Ja. Nou, stof genoeg. Dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat het weg is. Nou, het staat nou een tijdje aan, maar ik heb wel het idee dat het wel doet. Want dan hangt je bijna geen stof meer. En dat is wel ideaal natuurlijk. Of dat inderdaad zo is, weet ik pas als ik echt ga schuren. Dus de tijd zal het eer weer.